Episode 88. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren, je licht volledig te laten schijnen op jouw unieke manier. Ik neem je mee in mijn persoonlijke reis van een psycholoog in dienst met veel beperkende overtuigingen naar een succesvolle onderneemster die haar licht volledig durft te laten schijnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's Choice. Oké, ik doe het eigenlijk niet zo vaak dat ik een podcast opneem vanuit deze plek. Niet fysiek, maar mentaal. Omdat ik eigenlijk altijd een podcast opneem als ik hem volledig voel. En ik vond het nu dus wel eens interessant om een podcast op te nemen, terwijl ik niet hem volledig voel en toch wel de boodschap heel sterk voel. Interessant. Ik ben donderdagavond mijn reset ingegaan. Voor degenen die geen idee hebben wat een reset is. Reset is een onderdeel van mijn energiespel. Een energiespel is weer onderdeel van 7-11 en van het high-end programma. En het energiespel opent dus ook direct op het moment dat je een ticket boekt voor 7 november. Ik vind het echt een fascinerend spel, life-changing. Ik denk nog steeds, hoe de fuck heb ik dat eigenlijk doorgekregen? Het is natuurlijk niet per se iets nieuws wat er in het energiespel staat. Althans, de vorm is heel erg vernieuwend. Het is een hele praktische manier om te gaan spelen en te gaan onderzoeken wat energie met je doet. En de reset is daar dus een onderdeel van. Ik zal, hoe ik het nu voel, misschien deze week nog een episode opnemen met Jennifer om er wat meer over te gaan vertellen. Oké, en dat is interessant, want ik ben nu eigenlijk geneigd te stoppen, want Maurice kwam naar beneden toe. En dat is altijd dan voor mij een teken van, oké, zo, nu moet je het niet opnemen. Toch ga ik verder. En waarom ga ik verder? Omdat dit dus precies is wat er gebeurt bij heel veel van ons. Het voelt echt een beetje gek om dit te doen, omdat ik eigenlijk weet dat het dus niet per se de bedoeling is. Maar ik het wel doe als een soort van live demonstratie van wat er gebeurt als je vanuit een open cirkel aan het communiceren bent. Het energiespel gaat heel erg over, dat legt zeg maar uit dat de bedoeling is dat we vanuit een dichte cirkel communiceren. En dat dan altijd je zuiverste boodschap overkomt bij de ontvanger. Wat wij heel vaak en heel snel geneigd doen zijn, is op het moment dat wij gewoon ons dag hebben en we hebben een planning, dat we continu afgeleid worden door alles wat er op ons pad komt. Dan krijgen we weer een appje binnen, dan krijgen we weer een mailtje binnen, dan worden we gebeld, dan zien we op social media iets langskomen, waardoor we elke keer uit onze focus gehaald worden. Wat ik dus heel erg doe, sinds ik het energiespel heb doorgekregen en wat ook onderdeel is van 7-11, is dat ik elke ochtend een vergadering heb met mijn spirit team. En dat klinkt heel gek, maar het is eigenlijk heel, ik bedoel, het is wat normale mensen in principe waarschijnlijk ook doen als een actielijst maken. Alleen ik doe het in de vorm van vergaderen met mijn spirit team. En omdat ik nu heel goed mijn spirit teamleden ken en precies weet wie welke rol heeft, kan ik een hele goede vergadering met hun hebben. Ik ben vroeger ook, bijna 6 jaar uit mijn hoofd voorzitter geweest van de ondernemersraad van mijn vorige werkgever. Dus ik kan heel goed vergaderen leiden. En in mijn spirit team gaat het dus ook bijzonder goed. Dus ik begin altijd eigenlijk met een rondvraag en van daaruit behandelen we de actiepunten. Waardoor ik dus een super duidelijke focus heb van mijn dag. Ik heb inmiddels ook alle dingen die ik vandaag met hen heb besproken, heb ik nu afgerond. Dus ik heb in principe ook de ruimte en de tijd om deze podcast op te nemen. Maar toen ik dus vanochtend wakker werd, voelde ik wel een enorme onrust. Echt zo'n onrust dat ik denk van ja, sorry, maar ik ga nu echt even niet vergaderen. Ik ga gewoon mijn dingen doen. Maar voor mij is gewoon stelregel altijd eerst vergaderen. Omdat je vanuit een clarity, vanuit die plek, kun je zoveel meer en zoveel gefocuster je dag afronden. Ik heb echt al mijn taken waarvan ik eerst dacht, dat ga ik nooit redden in 1 dag, had ik uiteindelijk 1,5 uur af. Dus we maken het vaak ook veel groter in ons hoofd dan dat het daadwerkelijk is. En door die vergadering heb je dus super veel clarity. Dus het is een hele leuke en speelse manier om te gaan spelen met energie en om dus ook echt samen te werken met het universum.
Waar ik gisteren tijdens mijn high-end dag heel erg achter kwam. We hebben gisteren met de high-enders hebben we eigenlijk een soort van generale repetitie gedaan van 7-11. Het was, nou ja, bijzonder is niet eens een woord wat het omschrijft. Het was zo bizar dat we tijdens de pauze, niemand zei wat tegen elkaar. En we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. We hebben altijd superveel met elkaar te bespreken. Altijd heel erg excited om elkaar te zien. En tijdens de pauze, iedereen was gewoon stil. Niemand had eigenlijk iets te zeggen. Wat echt heel erg bijzonder was. Niet van, we hebben elkaar, maar gewoon, het is gewoon, het is alsof je zeg maar een beetje boven het fysieke uitstijgt. En dus niet meer de behoefte voelt om te praten. Want heel veel dingen die we tegen elkaar zeggen tijdens lunches en dat soort dingen, is echt heel erg vanuit een fysiek standpunt. Het was echt fascinerend. Dus ik ben ook zo nieuwsgierig wat er 7 november allemaal gaat ontstaan. Wat wel heel mooi was, is Jennifer en ik allebei heel goed hebben kunnen voelen wat we 7 november nog kunnen toevoegen. Aangezien we 7 november met een grotere groep zijn. Mijn huidige high-enders, op wie ik echt onwijs trots ben, die zijn uiteraard ook aanwezig op 7 november. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Waar ik dus ook nog wel even over voelde dat ik dan aandacht aan wilde besteden op deze geïmproviseerde, niet helemaal gevoelde podcast-episode, die ik toch ga doen als experiment. Omdat ik ook wel benieuwd ben of jullie een verschil in energie kunnen horen. Daar ben ik dan wel echt nieuwsgierig naar. En in die zin dat dit dus niet per se een inspired action episode is. Terwijl ik het aan het opnemen ben, wel weer heel erg voel. Nou ja, als ik het enigszins te volgen ben. Maar waar we het gisteren in het HM-programma ook heel sterk even over gehad hebben, is dat we vergeten dat op het moment dat we iets gemanifesteerd krijgen in ons leven waar we niet zo happy mee zijn, wat we heel snel geneigd zijn te doen, is dat we het buiten onszelf zoeken. Dus we hebben, zie je, nu gaat de deurbel. Ik denk serieus dus dat het niet de bedoeling is dat ik dit opneem. Maar ik ga toch de episode afmaken. Momentje. Oké, de deurbel gaat dus net nog. En Maurice die roept van boven. Gaat lekker hè, zo met opnemen. En ik moest dus echt heel erg lachen. Waarom moet ik erom lachen? Omdat de episode dus hierover gaat. Op het moment dat iets niet bedoeld is, dan word je letterlijk een soort van tegengewerkt door het universum. Het is alsof je allemaal signs krijgt van zo of niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. En dan toch doen. En normaal gesproken zou ik dus echt super geïrriteerd raken. Denk ik, holy crap, weer een deurbel, weer Maurice. En nu moest ik dus echt alleen maar heel erg lachen. En zeker omdat Maurice dan ook nog zei van gaat lekker hè? Ik dacht, nee, het gaat niet lekker. Maar dat is juist precies de bedoeling nu. Dat mensen zien wat er gebeurt op het moment dat het niet de bedoeling is. Dus ik ben de focus van het verhaal natuurlijk compleet kwijt. Oh ja, het ging erover dat als je vraagt, dat het altijd wordt gegeven. En op het moment dat iets niet zo gaat als je wil, dat we geneigd zijn naar buiten onszelf te zoeken. Dus op het moment dat we een klant hebben die, weet ik veel wat, niet zo is als we willen. Of op het moment dat we een programma volgen bij iemand wat niet zo gaat als we willen. Of op het moment dat een partner heel vervelend is. Of een vakantie niet zo gaat als je wil. Dan is het eens interessant om in plaats van te denken van dat ligt aan een ander, in plaats van het buiten jezelf te leggen, is naar binnen te gaan en te kijken waar heb ik eigenlijk om gevraagd. En het is dus echt heel interessant als je daarover gaat nadenken, dat je er altijd op uitkomt dat je onbewust of bewust hebt gevraagd om wat je daadwerkelijk krijgt. En dan hoor ik heel veel mensen denken van nee, tuurlijk, ik zal hier nooit om vragen. Maar echt waar, ga eens op onderzoek uit en ga eens terug en kijk eens waarom heb je gevraagd. Maurice en ik waren dit weekend naar het strand. We hadden een strandhuisje gehuurd. En dat was sowieso een interessant proces hoe we daar kwamen. Want we hadden dat op donderdagavond geboekt. Op vrijdag werd ik gebeld dat het een dubbele boeking was. Dus dat die vakantie dat het niet door kon gaan. En we zouden die avond al weggaan. Maurice was de hele dag druk op zijn werk. En ik dacht, nou, ik ga even snel kijken of ik iets anders kon vinden. Maar ik kon natuurlijk niks vinden, zo last minute. Dus ik dacht, weet je zo, het zal wel met een reden zijn. Ik laat het gewoon compleet los. Ik zie wel waar ik vanavond strand, of we thuis blijven, of dat we weggaan. Ik laat het gewoon gebeuren. Ik ben naar de stad gegaan, ik ben mijn dingetjes gaan doen, mijn bonkje even lekker gaan winkelen. En ik rijd terug naar huis en toen dacht ik ga toch nog één keer kijken. Maar ik merkte weer die oude behoefte om het zeg maar te gaan forceren. Om dan weer in mijn eentje dat te gaan doen.
vanuit het energiespel heb ik dus ook heel erg geleerd om hulp te vragen aan mijn spiritteam. Dus ik dacht, oh nee, fuck, ik kan gewoon hulp vragen. Dus ik zit in de auto en ik zeg, Bethany, Isha en wie had ik nog meer gevraagd? Ik geloof Blake. Willen jullie alsjeblieft even met z'n drietjes zorgen dat er een huisje gemanifesteerd wordt? Als ik zo meteen thuis kom, wil ik binnen 10 minuten dat huisje gemanifesteerd hebben. Alsjeblieft, punt. Dus ik rijd naar huis, ik zet mijn laptop aan en ik zweer het je, binnen 10 minuten had ik een huisje waar we gewoon een uur later naartoe konden. Nou, dat is hoe cool het energiespel werkt. Dat is hoe cool het is als je daadwerkelijk heel specifiek vraagt. Anyway, waar ik naartoe wil, we waren op het strand. En Maurice zegt, ik wil een munt manifesteren. En hij bedoelt natuurlijk, ik wil hier op het strand een munt vinden. Een oude munt of zo. Maar dat zei hij niet. Hij zei, ik wil een munt vinden. Dus ik zeg, nou schat, moet je vragen aan het universum. Dus hij zegt, oké, ik wil een munt vinden. Nou, wij op dat strand lopen, geen munt gevonden. Later rijden we naar de car wash. Maurice wilde mijn auto wassen. Dus ik ga even een briefje van 5 wisselen in zo'n automaat. En vervolgens komen er 6 euromunten uit in plaats van 5. Dus ik loop naar Maurice toe en ik zeg, kijk maar op, 6 euro in plaats van 5. Hij zegt, oh, daar is mijn munt. Ik zeg, ja, inderdaad. Maar hij zegt, dat is niet wat ik wilde. Ik wilde niet die munt. Ik wilde niet zo'n munt. Ik wilde een munt op het strand vinden. Toen moest ik zo lachen. Toen zei ik, ja, maar dat is dus precies hoe het gaat. Als je vraagt, wordt het je gegeven. Maar wij vergeten dat onze specifieke vragen vaak anders zijn dan dat we misschien bedoelen. Maar als jij zegt, ik wil een munt vinden, zal jij een munt krijgen. Als jij zegt, ik wil een programma volgen omdat ik dichter tot mijn kern wil komen, is dat wat je gaat krijgen. Als jij zegt, ik wil met jou in zee gaan omdat ik volgende maand 10.000 euro wil manifesteren, dan is dat wat je zal krijgen. Dus wees clear, wees duidelijk over wat je wil. Onderzoek duidelijk van tevoren. En daarom is het bepalen van je intentie zo belangrijk. Waar je om vraagt. En op het moment dat dingen dus niet zo lopen in je leven als dat je zou willen, onderzoek dan waar je om gevraagd hebt, waarvan je je misschien niet bewust bent. Het is echt super interessant om daarmee te gaan oefenen. En dat geeft ook meteen een hele andere betekenis aan de dingen die in je leven gebeuren. In plaats van dan te denken van shit, wat nou weer kut dit gebeurt, denk je dan nu van, oh, interessant. Laat ik eens op onderzoek uitgaan waar ik eigenlijk om gevraagd heb. En je kunt natuurlijk altijd bijsturen. En dat is het mooie. Je kunt altijd bijsturen. Dus dat is nog iets wat ik ook wilde toevoegen aan deze compleet onsamenhangende episode. Daarnaast had ik vorige week eigenlijk ook nog een episode wilde plaatsen over de Atlantis reading. Ik heb tijdens de volle maan heb ik de hele nacht, nou niet de hele nacht, werd ik s'nachts wakker. En toen ben ik s'nachts een episode gaan schrijven. Ben ik een heel stuk gaan schrijven over Atlantis. En over de rol die ik daar heb gespeeld. En die Lou daar heeft gespeeld. En Isa en Jen. Dat is een hele mooie reading geworden. Vervolgens kreeg ik een berichtje van iemand die, volgens mij heb ik daar in mijn vorige episode over verteld, die in Ibiza een sessie had gehad met Isa. En mij weer een berichtje had gestuurd. En daar ontstond een soort van contact over. In voice messages. En daar wilde ik eerst een episode van maken. Maar, en ook dat was weer een interessant voorbeeld van hoe energie werkt. Toen ik eenmaal in mijn reset zat, voelde ik niet meer dat ik daar een episode van moest of wilde maken. Terwijl toen ik in dat contact met haar was, dat wel heel sterk voelde. En dat is ook weer heel interessant van het energiespel. En dat zul je ook gaan leren als je het energiespel gaat spelen, hoe je beter in je eigen energie kan blijven. We nemen heel makkelijk en heel snel energie van andere mensen over. En daarmee doen we soms ook dingen die niet per se de bedoeling zijn. Het betekent niet dat je iets doet wat niet goed is, want er bestaat in het universum niet zoiets als goed en fout op de manier waarop wij het kennen. In de Rose-serie zal het ook beter uitgelegd worden. Er bestaat wel iets als goed en fout, maar niet op de manier waarop wij het kennen. Maar het is zoveel fijner als je in je eigen energie kan blijven. En dan zul je ook zien dat je veel makkelijker dingen gaat manifesteren. Omdat je dan zoveel clarity hebt en zo gefocust bent. En dan brengt het me dus weer waar ik deze episode weer begon. Dat je dus niet zo ontzettend afgeleid continu wordt door alles wat er om je heen gebeurt. Dus dat is echt wel heel erg fascinerend, om to say the least. Wat heb ik nog meer meegemaakt? Even denken wat ik nog moest vertellen. Want in mijn hoofd heb ik natuurlijk alweer 100 dingen aan jullie verteld. En het is dan niet zo. Dus die Atlantis reading was super interessant.
Ja, dat is wel even interessant om te melden. Tijdens mijn reset heb ik dus heel duidelijk doorgekregen dat ik voor de vrouwen die, en de mannen die naar 7 november toe gaan komen, van tevoren een korte seals reading ga doen. En toen ik het doorkreeg, dacht ik echt, ja, jullie maken een grapje. Ik ga toch niet serieus voor al die mensen een seals reading doen. Dat is echt fucking veel werk. Maar dat is toch wel echt de bedoeling. Ik ben begonnen met het doen voor mijn high-enders en mijn nieuwe high-enders. Omdat ik van hun al toestemming had. En ik moest wel specifiek toestemming hebben. Ik kan niet zomaar een seal reading gaan doen op iemand. Ik kan wel, maar dat is niet de bedoeling. Ik moet daar echt toestemming voor hebben. Dus ik heb iedereen die 7-11 aanwezig is, heb ik Linde een berichtje laten sturen met de vraag van, mag zoveel een seal reading voor je doen? En waarom ik dat dus zo sterk doorkreeg, is omdat ik dus de afgelopen weken steeds tijdens mijn resets en tijdens mijn meditaties heel duidelijk heb doorgekregen wat de rol van mijn ziel is. De rol van mijn ziel is echt dat ik een ziener ben. De vrouwen en de mannen die 7-11 komen, die zullen ook heel duidelijk hun rol gaan zien. En wat zo cool daaraan is, is als je eenmaal duidelijk hebt wat je rol is, dan kan je ook veel beter snappen hoe je dat in je bedrijf en in je leven kunt gaan inzetten. Gisteren tijdens de high-end dag was dat natuurlijk ook heel fascinerend, omdat ik natuurlijk hun rol van tevoren al had gezien. Maar wat dus zo cool is, kijk, voorheen, wist ik wel dat ik dingen kon zien, maar ik dacht dan dat ik het ook de bedoeling was dat ik het zou zeggen tegen mensen. Maar dat is dus niet de bedoeling. De bedoeling is dat ik het kan zien voor ze. En wat mijn gift is, is dat ik het mensen vervolgens zelf kan laten zien. Wat ik kan in meditaties en op dat soort live dagen, is jou meenemen naar de plek waar jij het zelf kunt zien. En op het moment dat jij het zelf kunt zien, heeft het zo'n compleet andere impact dan wanneer ik het tegen je vertel. Dat is zeg maar verschil van dag en nacht. Dat is dus de reden waarom ik het niet mag vertellen, maar het wel je mag laten zien. En op het moment dat ik het van tevoren heb gezien, kan ik het dus anderen ook makkelijker laten zien. Dus voor degenen die 7-11 komen, daar van tevoren ga ik dus een korte zielswering doen. Om dus te kijken van wat is de rol van jouw ziel nu? Hoe heeft zich dat in een vorig leven of vorige levens geuit? En hoe kan zich dit in dit leven op de maximale vorm uiten? Dat is dus wat ik eerder bij Lou en Isa ook wel heb gedaan. Dat ik heel duidelijk kan zien wat dan de potentie van iemands ziel is en hoe zich dat kan uiten. En wat ik dus gisteren met de high-enders heb gedaan, het was zo cool. Want één van mijn high-enders, Zoe, die kennen jullie ook, die had dus exact dezelfde twee woorden opgeschreven als ik had opgeschreven. Dus we gingen een soort van helemaal stuk. En heel veel van de andere vrouwen zaten ook echt heel dichtbij. Maar dan net nog eventjes een soort van, ja, je moet nog net even verder gaan voelen. Dus heb ik opdrachten meegegeven, waardoor ze het nog concreter kunnen krijgen. Maar het was echt, echt heel erg leuk om te doen. Dus ja, voor mij ook weer echt een nieuw pad. En een nieuw pad. En heel veel zin om dat met jullie aan te gaan. Voor de vrouwen die dat voelen en voor de mannen die dat voelen. Again, ik blijf het zeggen, als je 7 november voelt, boek je ticket, het energiespel opent direct. Belangrijk dus is dat er aan het boeken van een ticket een reset vastzit. Dat is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Zodat je echt goed voorbereid 7-11 kunt beginnen. Als je er vragen over hebt, dan kun je een mailtje sturen naar mij of naar Linde. Sas is even op vakantie. En al in mijn hoofd zijn er nog 14 of 15 tickets beschikbaar. Dus voel voor jezelf. En ik wens jullie een magische dag. En van de rest kan ik alleen maar zeggen dat ik erg moet lachen om deze episode over hoe dat gegaan is. En dat het voor het eerst is dat ik dus doorga met opnemen. Want normaal als ik dit soort signs krijg, stop ik dus. Maar het is dus met de bedoeling om jullie te laten zien dat op het moment dat je dat soort signs krijgt, dat je normaal gesproken het een teken is van stop dan met wat je aan het doen bent. Kom weer in je eigen energie, dicht je cirkel en ga van daaruit weer je activiteiten oppakken. Maar ik denk echt dat het de bedoeling was dat ik het op deze manier deed. Omdat ik het op deze manier best kan demonstreren. Omdat het zo grappig is dat dan eerst inderdaad Maurice naar beneden komt. En dan de deurbel gaat. En nou ja, zo gaat dat dus. Oké, lieve allemaal. Ik spreek jullie de volgende keer weer wanneer ik de inspiratie voel. En ik wens jullie voor nu een hele magische en prachtige en geweldige dag. Yes? Ciao voor nu.